zijn hier in de raadzaal. Het is hier een drukte van je welste, zoals je ziet. De uitslag, daar zal het niet heel erg lang mee duren. Maar we gaan eens even kijken hoe dat de sfeer hier is onder de raadsleden en onder alle mensen. Dus kom maar even met me mee. Hoe is de sfeer hier in jullie club? De sfeer is goed, maar nog wel gespannen, want er komen nog van 3 stembureaus binnen. En dan weten we uiteindelijk de einduitslag. Ja, en heb jij nou een verwachting of heb jij zoiets van... Mijn verwachting is dat we in ieder geval de tweede partij van Boksel worden. En of dat we de grootste worden dat je op dit moment is, dan nog even de vraag. Voordat we ook nog maar iets bekendmaken, wil ik eerst, omdat ze, ongeacht de uitkomst, keihard hebben gewerkt, zich sterk maken voor de publieke zaak, samen met hun team, met alle energie, dank met applaus voor jullie eigen lijsttrekkers. Het heeft even geduurd, maar zowel PSD, Walnoot en Gemeentehuis als laatste zijn binnen en dat levert een interessante score op. Ik wil Mark even bij me vragen. En we beginnen met een aantal sheets die uiteindelijk de prachtige opbouw zijn naar de finale ontknoping. Bart, wil jij mij iets laten zien over de opkomst vanavond hier in Boksel? Ten opzichte van andere jaren zitten we op 52,65%. Ja. En zullen we dan exact 7 minuten voor 12:30 het doek van de verkiezingen in Boksel ophalen om te zien hoe het uiteindelijk is uitgepakt. Hou elkaars hand vast, want het wordt een spannend moment. De stemmen zijn er en die zijn zo. Zijn die in de campagne gewoon super actief geweest zijn en een heel zichtbare campagne neergezet hebben. Dat is combinatie 95 gewoon betrouwbaar, rustig, integer en ook deskundig. Dat hebben we neergezet en dat is beloond door de mensen. Nou, wij zijn echt waanzinnig gelukkig. Even spieken. Ga eens even die kant, 2038. Wat zeg je ervan? 300 stemmen minder ongeveer als 4 jaar geleden. Toch trots op ons team dat heel intensief samengewerkt heeft. Een heel inhoudelijk verkiezingsprogramma heeft gehad. Een heel creatieve campagne heeft gevoerd. Uiteindelijk hebben we stuivertje gewisseld met combinatie 95 over plek 1 en plek 2. Ja. Maar toch tevreden weer. Nou, tevreden sowieso, want de kiezer heeft altijd gelijk. Wij hadden gehoopt op gelijk te kunnen blijven, ook al de grootste partij van Boksel. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Maar naar de toekomst toe kijkend, zullen wij ons inzetten in ieder geval voor het woonbeleid van onze burgers. Ik sta op de vrouw in het lijstje. Ik ga naar de mannen van de SP. Hoe is de SP? Nou, we zijn natuurlijk hartstikke trots en blij dat we zo hebben kunnen winnen in deze verkiezingen. Ik denk dat
een hele goede uitslag hebben gemaakt. En we beloond zijn voor 4 jaar lang, want ik dacht, oh, keihard werken, niet alleen in de gemeenteraad. Wij doen dat buiten de gemeenteraad heel erg veel. Dus al die vrijwilligers die altijd voor ons op pad zijn, langs de deuren, die zijn ook met deze verkiezingsuitslag hartstikke beloond. Ik ben er hartstikke gelukkig hiermee. Met wat voor gevoel sta je hier na vanavond? Heel trots. Wij zijn heel trots. We hebben 2 zetels. We verwachten nu de 3e zetel te hebben. We moeten nog even opwachten. We hebben in ieder geval winst gemaakt. Wij zijn behoorlijk veranderd. We hebben een vernieuwend team. En met het team gaan wij laten zien dat we het waard zijn. Ja. Dankjewel. Maar toch iedereen die op ons gestemd heeft, hartstikke bedankt. We hebben een hele goede campagne gehad. Maar ja, nieuwe naam, nieuwe land. En je ziet dat het toch misschien wat minder uit kan pakken. We gaan kijken hoe het uitpakt straks in zetelverdeling, eventueel coalitie of oppositie. We gaan ons bereiden. Hartstikke goed. Jan de Koning. Hoe is het met Dim? Prima, dankjewel. Nou, daar zijn we ook weer klaar. Nog iets aan toe te voegen? Nou, als ik de landelijke trend zie en het posters gebeuren, dan mag je blij zijn met dat hele kleine stipje meer wat we toch bereikt hebben. Daar ben ik trots op. Wie het kleine niet weet, dankjewel. Oké, we zullen eens even beginnen. Om te beginnen, alle kiezers, heel erg bedankt. Dat ook de Partij van de Arbeid GroenLinks toch ruim 1250 stemmen heeft gehaald. En wij zullen uw vertrouwen niet beschamen. Dat is één. Nou, wij waren een partij die meedeed in de coalitie. En als we een beetje mazzel hebben met de restzetels, zou die kans er misschien nog zijn. En zullen wij daar met volle ambitie in meegaan. D66. Het was de verkiezingen van D66, moet ik toch wel zeggen. Als ik kijk naar televisie, dan was het toch wel een jaartje D66. Hoe is dat bij jou? Nou, laat ik je zeggen, in ieder geval Utrecht en Amsterdam hebben we binnen. Bossen nog niet. Maar goed, het kan nog niet na 4 jaar. Ik moet allereerst naar de mensen achter mij feliciteren. Met name de SP, daar zijn het leven heeft gedaan. En ik hoop in deze zin dat wij de top 400 stemmen weer meer. Langzaam maar gestaan komen we hier ook. Ik heb hier een zetelverdeling, maar ik hamer erop dat het de voorlopige zetelverdeling is. Dus pin me er niet op vast. Daar gaat hij. Balans 4 zetels. De combinatie 95. 4 zetels. De SP. Ook 4 zetels. Inbox 3 zetels. CDA 3 zetels. Partij van de Arbeid 2 zetels. Nou, dan valt hij even weg. Hij valt weg, dus ik doe het heel even uit mijn hoofd. Kan daar nog even verbeterd worden. Volgens mij D66 2 zetels en de laatste, de VVD, 1 zetel. Het is voorlopig, dus je zult echt moeten wachten tot een paar dagen later dat we allemaal formeel en officieel hebben vastgesteld. Het is inmiddels 12:15 s'nachts, 20 maart 2014. En zojuist is de uitslag bekendgemaakt door de burgemeester. We gaan nu even naar de partij die gewonnen heeft en dat is combinatie 95. Dat is de grote winnaar zeg maar, van vanavond. 1%, ik 1%. Nee, we hebben het samen. Het is een teamprestatie geweest. Ja, maar we hebben wel een verschrikkelijke grote krachtige leider gehad deze keer. Ja. Dus laat dat gezegd zijn, het straalt van 80% op hem af en van 20% op de rest. Ja Peter, hartelijk gefeliciteerd hoor. Ja, dankjewel. Hartelijk gefeliciteerd. Nee, we gaan echt vanavond geweldig genieten. We gaan nou even
naar onze stamkroeg en we gaan daar een feestje bouwen vanavond. En morgen weer serieus aan het werk. Maar nu moeten we ook gewoon echt kunnen genieten. En gewoon echt ontzettend blij met al die kiezers die ons het vertrouwen gegeven hebben. Want het schept natuurlijk een hele grote verplichting. Op dit moment is het iets om te vieren en morgen is het iets om heel hard mee aan het werk te gaan. Want we moeten het wel de komende 4 jaar opnieuw waar gaan maken en dat gaan we doen. Nou, goh, ben je verrast door de uitslag? Nou, het klinkt arrogant als ik zeg dat we natuurlijk wel vertrouwen erin hadden. We hebben gewoon keihard gewerkt en we hebben ook heel veel signalen opgevangen uit de gemeenschap dat we gewoon goed bezig waren. Dus wij wisten echt wel dat wij een goede uitslag zouden gaan maken. Maar ja, dan moet je toch altijd afwachten van wat gaat het nou precies worden. En ja, dit is boven verwachting, want we zijn afgetekend nummer 1 geworden. En ja, heel gelukkig daarmee. Nou, nog een hele fijne avond wens ik je. En heel veel succes met het vormen van de coalitie. Ja, dat is natuurlijk ook een hele grote verantwoordelijkheid die we hebben. Want we zullen het niet alleen gaan doen, met een aantal partijen meer. En we moeten zorgen dat we gewoon een goede coalitie vormen. Die recht doet aan de verkiezingsuitslag en recht doet aan degene wat Boksel wil. Daar gaan we de komende dagen en weken keihard aan werken. Erik, hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, het is een ongekende uitslag voor ons. Dus we zijn heel erg blij met deze uitslag. Ik denk dat de kiezer ons beloofd heeft voor 4 jaar lang heel hard werken. Niet alleen in de gemeenteraad, maar ook daarbuiten. We zijn natuurlijk heel erg actief geweest. En we hebben als oppositiepartij denk ik in de laatste 4 jaar heel veel bereikt vanuit de oppositie. Altijd een hele duidelijke analyse gemaakt over het bestuursakkoord wat er lag in de coalitie. Wij hebben eigenlijk altijd gezegd, getalsmatig is deze coalitie het grootste, maar inhoudelijk hebben ze veel te weinig raakvlakken. En daar hebben wij onze oppositie altijd op gebaseerd. En we hebben in de oppositie altijd samenwerking gezocht met andere partijen. Denk maar aan het schaliegas vrijmaken van Boksel. Dat was ons initiatief om daar een breed gedragen motie van te maken. Onze invloed op de centrumplannen. Daar waar eerst er een plan lag om een parkeerplaats aan te leggen hier op de Vijver en op de Oude Boomgaard. Het sociaal houden van de WMO, het leerlingenvervoer. Wat we echt op de politieke agenda hebben gezet. En ik denk dat we met die punten ook beloond zijn met de verkiezingsuitslag. Zoals hier op dit moment ligt. Denk jij dat dat schaliegas is natuurlijk wel een heel groot iets geweest. En dat zal, denk je dat dat het grootste gedeelte van de stem heeft opgeleverd? Nee, ik ben ervan overtuigd dat onze stemmen ook met name komen vanuit onze buitenparlementaire acties. Vanuit het feit dat we niet alleen in verkiezingstijd op straat te vinden zijn. Maar ook buiten verkiezingstijd met buurtenquêtes. Huis aan huis bezoeken en dat soort zaken, handtekeningenacties, langs de deuren gaan. En dat maakt onze partij heel erg herkenbaar. We zijn dan wel een landelijke partij, maar plaatselijk heel erg geworteld en heel erg herkenbaar voor heel veel mensen. Ik denk dat daar de sleutel ligt van deze uitslag. Hadden jullie deze uitslag verwacht? Nou, we hadden wel winst verwacht, ook omdat we de landelijke wind een beetje mee hebben op dit moment. Dus we hadden wel verwacht en gehoopt dat we op 3 zetels zouden komen. Maar dat we nu komen op 4 zetels is natuurlijk fantastisch. Ben je teleurgesteld? Teleurgesteld is denk ik niet het goede woord. Waar ik wel trots op ben, is dat wij toch een dikke 2000 stemmers hebben. En dat blijkt dus ook een hele vaste groep te zijn binnen Boksel. Die uiteindelijk volle vertrouwen houdt in balans. Dus daar ben ik wel trots op. Teleurgesteld van de andere kant een beetje, omdat je 4 jaar de grootste partij bent geweest. En je bent nu de tweede partij van Boksel. Ja, en dan toch die zetelverdeling, want daar hebben we net gezien dat die al binnen was. Wat vind je daarvan? Ja, goed, als je de aantallen ziet en je ziet hoe de verdeling gaat, had ik wel verwacht dat er 3 partijen met 4 zetels zouden komen. Ja. Ja, dus dat wordt weer heel hard denken om een coalitie te vormen. Hoe gaat dat nou? Hoe gaat dat nou in zijn werk? Normaal gesproken neemt de grootste partij het voortouw. Die zal waarschijnlijk een gesprek gaan voeren met alle partijen hoe hun de verkiezingsuitslag interpreteren. En vervolgens zal de grootste partij kijken welke coalitie het meeste recht doet aan de uitslag die er nu ligt. En er ligt een hele aparte uitslag, want er zijn een aantal partijen die toch behoorlijk verloren hebben.
niet alleen in zetels, maar ook in aantal stemmen. En er zijn maar heel weinig winnaars. De combinatie heeft gewonnen en de SP heeft gewonnen, duidelijk. En ik ben heel benieuwd waar dat op uitdraait. Waarbij ik, en dat heb ik vorige week in een verkiezingsdebat ook aangegeven, mijn verwachting is dat de huidige drie coalitiepartijen de SP erbij nemen. En dat dat een nieuwe coalitie van Boksen gaat worden. En dat zou geen recht doen aan de uitslag van de verkiezingen vandaag. Maar dat is mijn politiek voorgevoel dat ik heb. Bijzonder, ja. Maar dat moeten we natuurlijk nog even afwachten. Dat moeten we ook afwachten, maar dat is mijn verwachting. Ik hoop dat het geen waarheid wordt en dat er in ieder geval een poging ondernomen wordt om de uitslag van vandaag terug te laten komen in de coalitie die gaat ontstaan. En dat dan ook de grootste partijen die vandaag naar boven komen uiteindelijk ook door de rol in krijgen. Van CDA, ja. Gefeliciteerd met deze uitslag. Dankjewel. Ja, we zijn heel blij. Echt, echt, echt blij. Het hing erom, want we zijn een vernieuwend team geworden. En dan moet je maar kijken of het meegaat. Maar we hebben er drie. We hebben gewoon drie zetels en we zijn helemaal gelukkig. Ja, uitbouwen gaan we nu. Ja, ik vind het hartstikke mooi voor jullie hoor. Dat jullie met zo'n nieuw team dit bewerkstelligd hebben. Want dat heeft natuurlijk heel veel werk en bloed, zweet en tranen gekost. Inderdaad, we hebben gelukkig wel natuurlijk de mensen op de achtergrond die al die ervaring hebben. Hè? Betsy en Wim, die blijven ons en die hebben ons ondersteund. Dus, maar we moeten vernieuwen. En we gaan nu bewijzen dat we het kunnen. Ja. Nou, jullie gaan nu vieren, neem ik aan? Ja, absoluut. Ja, we gaan nog even een biertje drinken. Ja. En zoals je al zei later in het gesprekje wat we hadden, morgen weer aan slag en kijken hoe dat gaat met een coalitievorming. Ja, we wachten af. Er zijn drie partijen nu met vier zetels. Misschien komt er nog wel ergens eentje bij. Dus wij wachten rustig af tot wij uitgenodigd worden, zeg maar. Ja. Ja, alles is mogelijk. Alles is mogelijk. Ja, we laten alle opties open natuurlijk. Ja. Hoe heb je deze dag ervaren? Als een geweldige dag. Het was natuurlijk ook voor mij de eerste keer hier in Boksel. En sowieso als burgemeester om de verkiezingen te mogen doen. Het is eigenlijk allemaal heel goed gegaan in Boksel. We hebben eigenlijk geen oneffenheden gehad op de stembureaus of dat soort dingen. Gisteravond had ik nog eventjes de fractievoorzitters een mail gestuurd aan de lijsttrekkers. Jongens, doe het nou rustig aan morgen. Nou, dat hebben ze prima gedaan. Ik moet concluderen dat ze keihard gewerkt hebben aan de voorkant. En dat we nu een prettige avond met z'n allen gehad hebben en een spannende avond. En dat de dag eigenlijk heel, heel mooi geëindigd is. En een mooie apotheose die leidt tot de uitslag. Waarin we zien dat vier partijen even groot geworden zijn. En ik ben benieuwd hoe dat zich nu gaat uitkristalliseren. Hoe die coalitie gebouwd wordt. Ja, ja, dat is natuurlijk heel interessant. Want er zijn drie partijen met vier zetels. Ja, drie partijen met vier zetels. Ja, aan de voorkant kun je allemaal niet voorspellen wat er gebeurt. Maar het is echt, met name de SP heeft enorm gewonnen. De combinatie is net even de grootste geworden. Maar het scheelt elkaar allemaal niet heel erg veel. Dus ik ga dadelijk gewoon wat achterover zitten. En eens kijken hoe de partijen met elkaar aan de slag gaan. Ja, en de opkomst van de kiezers naar de stembus. Ja. Want die is eigenlijk nagenoeg gelijk aan 2010. Het scheelt bijna niet. Nee, het scheelt iets van 0,5% of zo. Dus ik ben ontzettend blij tegen de landelijke trend in. En vooral dat wat men voorspeld had, hè. Ik hoorde dingen van 38, 43 en 45. Nou, denk ik toch dat wij het hier in Boksel gewoon goed gedaan hebben. En ik wil de kiezer echt bedanken dat ze naar de stembus gekomen zijn. Ik hoop dat er volgend jaar nog meer komen. Maar alle kiezers echt bedankt voor het komen naar de stembus. Want ja, we vinden het ontzettend fijn dat we boven die 50% geëindigd zijn. Het is niet cruciaal, maar het voelt toch wel lekker als je boven die 50 zit. Want dan heb je toch het gevoel dat je meer de draagvlak van meer dan de helft van de stemgerechtigden hebt. En dat is ook belangrijk voor de mensen die hier iedere dag hun werk doen en vooral die raadsleden. Ja. Oké, nou dank u wel voor deze reactie. Ja, bedankt dat ik in de uitzending mocht. Graag gedaan.